Het Elsje Vink Sanitair College, COFAP, heeft gisteren een open dag gehouden. De instelling heeft met de slogan Wees slimmer in de zorg de interesse voor specialistische opleidingen op postbasis en HBO-niveau belicht. Volgens Marjorie Gransaan, opleidingscoördinator van de HBO-opleidingen, is het doel van de open dag dat geïnteresseerden op een interactieve manier kennis maken met COFAP. En de bedoeling is dat mensen gaan voelen, gaan proeven, wat is het studeren bij COFAP, wat houdt het precies in, wat ga ik leren, hoe leren we, want we hebben een bepaalde vorm van onderwijs en dat is een competentiegericht onderwijs. En competentiegericht onderwijs is dat je eigenlijk vaardig wordt gemaakt om de competenties aan te leren die nodig zijn om in de praktijk toe te passen meteen. Dus het is een combinatie van theorie en praktijk bij elkaar en vandaag hebben we dan proeflessen. Die studenten kunnen volgen, zodat ze kunnen zien van hey, hoe gaat het eraan toe. En aan het eind krijgen ze dan de informatie en kunnen ze dan op basis van de verkregen informatie dan hun keus ook maken. Sabrina Ramkilauwen, opleidingscoördinator van de postbasisopleiding, benadrukt dat het belangrijk is dat verpleegkundigen blijven studeren. U hoort ook praktijkbegeleidster Vaneria Aboykoni die aangeeft dat haar afdeling proefsessies verzorgt aan de geïnteresseerden. Verpleegkundigen moeten dus verder studeren en dat houdt in slimmer in de zorg. Je gaat je dus eigenlijk specialiseren in de zorg. En zo heb je de HIV-verpleegkundige, de praktijkbegeleideropleiding die in maart start. Vandaar dat we onze slogan ook hebben uitgezet, slimmer in de zorg. We hebben handhygiëne bijvoorbeeld, dat is een van de oefensessies die wordt gedaan. Dan hebben ze een beeld hoe de practicum geschiet. Ook nog bloeddruk meten, bloedsuiker meten, dat soort dingen wat kunnen ze allemaal meemaken. In de lobby, als ze straks heen komen, zien ze ook dat er een zorgvrager ligt in het bed. Dan kunnen ze dat ook meemaken hoe het eruit ziet. Dan hebben ze enig beeld hoe de zieken erbij liggen. En heeft u ook een boodschap aan de mensen die nu kijken en er niet bij konden zijn, maar misschien wel nog twijfelen om zich in te schrijven bij COFAP? Jawel. Als u niet erbij bent, volg Facebook en dan en update online COFAP. Dan heeft u tenminste informatie en u mag altijd langslopen bij de receptie voor informatie. Dat was Vaneria Aboykoni, praktijkbegeleider en daarvoor Sabrina Ramkilauwen, opleidingscoördinator postbasisopleiding van het COFAP. Ze spraken gisteren bij de opendag van de instelling.